Al 4 jaar ligt er in Leiden 32 miljoen klaar voor het opknappen van oude en het bouwen van nieuwe sportaccommodaties. Tot op heden is er nog niets gebeurd. Voor de sportwereld duurt het nu allemaal te lang. Ja, veel te lang. Sommige dingen hadden wat ons betreft al veel eerder mogen gebeuren. Want de Leidse sport zit eigenlijk te wachten op goede accommodaties. Het duurt sowieso te lang omdat men veel te laat begonnen is. We hebben ongeveer 40 jaar te weinig geld uitgegeven aan accommodaties. Dus het wordt hoog tijd dat we er nu eindelijk echt werk van gaan maken. Dat geldt zeker voor het zwembad. Landskampioen ZVL speelt al jaren met dispensatie in een te klein bad. En dat kan elk moment afgelopen zijn. Dat als de Waterpolo Federatie Nederland zegt van jullie krijgen geen dispensatie meer, dan is het afgelopen in ieder geval. Dan moet ZVL voor de tijd tot het bad open gaat. Ja, die kunnen dan buiten Leiden gaan spelen. Wethouder Paul Dirksen kent de zorgen, maar vraagt om nog een klein beetje geduld. Ik wil er alleen maar aan toeren, we zijn met elkaar echt aan het kijken dat we gewoon die besluiten kunnen gaan nemen. Dat er schoppen de grond in kunnen, dat we onomkeerbare besluiten kunnen nemen. Dus daar wordt op dit moment heel hard aan gewerkt. En ja, hoe zich dat verhoudt tot dat iedereen al heel lang daarop wacht. We zijn er nu volop mee bezig. Daar is nog een klein beetje begrip voor. Maar niet voor heel lang. Ik denk wel dat het zijn taak is om te zorgen dat in januari echte besluiten genomen kunnen worden. Want ik denk dat als dat niet gebeurt en het echt weer nog veel langer duurt, dat dan langzaam zeker de sport wel op de barricades gaat. Want het heeft wel echt lang geduurd nu. Ja.